Oké, je hebt de laatste tijd vast wel gehoord van Dead Girl. Dead Girl is het meisje die heel haar leven op orde heeft. Ze is helemaal bezig met persoonlijke ontwikkeling. En dat bereikt ze door gezond te eten, te sporten, selfcare te doen en spiritualiteit uit te oefenen. En ze maakt natuurlijk ook overal aesthetic foto's van. In deze video ga ik proberen om Dead Girl te worden. En ik neem jullie er helemaal in mee. Dus laten we gewoon samen de beste versie van onszelf worden. Hoi! Ja, voordat de video begint wilde ik meteen even zeggen dat Dead Girl worden gewoon gaat om de beste versie van jezelf te worden. Het gaat niet om Dead Girl te worden, om dat meisje te worden die jij niet bent. Want op die video's is het best wel toxic. Want je ziet alleen maar witte, slanke, rijke meisjes in perfecte huizen. En dat is gewoon niet iedereen. Ik ook niet. Ik ben echt totaal niet Dead Girl. Maar deze video gaat gewoon om de beste versie van jezelf te worden. En dat kan natuurlijk wel gewoon iedereen doen. En deze video is ook een collab met mijn vriendin Liv Catharine. Zij heeft ook een mega leuk YouTube kanaal. En ze gaat ook een Dead Girl video maken. Dus ik zal de link van haar video en van haar kanaal meteen in de beschrijving zetten. Dus vergeet die zeker niet te checken na deze video. Ze heeft echt een heel leuk YouTube kanaal met super gezellige, leuke, aesthetic video's. Dus ik weet zeker dat jullie dat heel erg leuk gaan vinden. Dus laten we nu maar gewoon snel gaan beginnen met deze video. Om Dead Girl te worden is de eerste stap om een goed slaapritme te creëren. En ik weet het, het is vakantie, het is moeilijk om op tijd te slapen. Maar ik probeer sowieso om door de week wel 8 uurtjes per nacht te slapen. Want een goed slaapritme is niet alleen maar goed voor je uiterlijk, want je krijgt er mooie huid van en al dat soort dingen. Maar het zorgt er ook nog eens voor dat ik gewoon uitgerust ben. En daardoor ben ik de volgende dag veel positiever en productiever. Het volgende wat elke Dead Girl heeft is een goede morningroutine. Ja, ik hou persoonlijk van de ochtend. Ik vind het fijn om vroeg op te staan, omdat je dan zoveel tijd voor jezelf hebt en er is niemand die je kan afleiden. Je kan je dag bewust beginnen. Dus ik ga dan gewoon lekker even chill zitten en mijn ochtendritueeltjes doen. En dan kan ik, omdat ik er gewoon alle tijd voor heb, ook nog rustig een gezond ontbijtje voor mezelf maken. En ik ging hier iets nieuws proberen, namelijk vegan pannenkoekjes. Goedemorgen allemaal. Als ik nu geen Dead Girl ben, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb hier matcha thee. Dat drinken alle Dead Girls. Ik heb het zelf nog nooit op. Het ziet er heel gezond uit. Laat me het proeven. Best wel lekker. Het smaakt gewoon een beetje naar groene thee. En dan heb ik hier natuurlijk de pancakes. Ze zien er niet zo mooi uit als bij al die foto's. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om dat we lekker gezond bezig zijn. Zo lekker. De volgende stap om Dead Girl te worden is om een workout te gaan doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben echt al een uur dit deel van de video aan het uitstellen. Omdat ik er gewoon echt geen zin in heb. Ik had mezelf dus net geforceerd om deze workout te doen. Maar eerlijk gezegd doe ik dat echt nooit. Ik vind het gewoon zwaar en het lukt me ook niet echt zoals je kan zien. Maar goed, ik weet dat wij tieners eigenlijk al veel te weinig bewegen. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die je kan doen om in beweging te blijven dan alleen een workout. Wat ik bijvoorbeeld vaak doe is dansen. En ik wandel elke dag al minimaal 7000 stappen met mijn moeder en Bruno, wat super gezellig is. En soms ga ik met mijn vriendinnen naar de sportschool, want dan motiveren we elkaar en dan vind ik het nog wel leuk. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, doe iets wat je leuk vindt als je maar beweegt. Voor mijn skincare en make-up routine vind ik het fijn om elke dag hetzelfde te doen. Dus echt een routine te volgen, want daardoor ben ik en heel snel klaar. En het is goed voor mijn huid, want mijn huid is al gewend aan deze producten en het werkt gewoon goed voor mij. Sorry, my service bad. My bad.
I wake up, you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. Oké, ik heb mezelf klaargemaakt. Mijn haar is wel nog nat, want dat laat ik aan de lucht opdrogen. Ik heb het de laatste tijd best wel vaak gefeund, maar dat is gewoon echt niet goed voor mijn haar. Dus nieuwe gewoonte, niet meer mijn haar feunen, maar gewoon aan de lucht op laten opdrogen. In ieder geval, ik wilde jullie meteen ook mijn nieuwe items van Chiquelle laten zien. Want dat workout setje die ik net aan had, is van Chiquelle. Het is echt een mega leuk setje. De kleur natuurlijk. En ook deze broek is echt zo mooi. Want hij sluit zeg maar zo aan dat hij je lichaam heel mooi vorm geeft. En dan met dat topje erbij zit heel lekker. Staat heel leuk. Echt mega blij hiermee. Dan heb ik ook nog dit topje mogen ontvangen. Ik weet niet wat het is met Chiquelle. Maar ze maken echt zulke mooie topjes altijd. En deze kleur vind ik ook wel heel bijzonder. Ik heb nog helemaal niks in deze kleur. Dus mega blij hiermee. En dan heb ik ook nog dit playsuitje. Kijk, het heeft een kort broekje. Oh, ik vind deze zo leuk. Ik weet nu al dat ik deze zo vaak ga dragen. De kleur, als ik bruin ben, dan staat het me heel mooi. En gewoon, het is toch leuk. En als jullie zelf nog wat willen bestellen bij Chiquelle, heb ik natuurlijk weer een kortingscode voor jullie. Kortingscode is JN20 voor 20% korting. Oké, ik ga nu lekker even een lunch maken. Ik heb best wel trek gekregen, dus we gaan de meest basic dead girl lunch ooit maken. Namelijk avocado toast. Je hoeft natuurlijk niet per se avocado toast te eten. Ik vind dat gewoon heel lekker, maar er zijn natuurlijk super veel verschillende gezonde dingen die je kan maken. Maar wat ik gewoon fijn vind is om het simpel te houden. Want als ik een stappenplan van 1000 stappen zie, dan heb ik niet eens zin om dat te maken. Dus ik ga liever voor basic gezond. Ik ben ook eigenlijk best wel benieuwd. Wat eten jullie? Zijn jullie ook bezig met een beetje gezonde dingen eten? Of eet je eigenlijk gewoon wat er in de kast ligt? Ik heb bij mij altijd het gevoel dat als ik gezond wil eten, dan is het belangrijkste dat er gewoon gezond eten is in huis. Gewoon makkelijke dingen die toch gezond zijn. Want wat ik altijd heb, is als ik honger heb, dan wil ik gewoon nu wat eten. Dus als ik honger heb en er ligt daar een chocoladekoekje in de kast, dan pak ik die veel sneller dan dat ik een hele salade bijvoorbeeld moet maken. Maar als er gewoon gezonde dingen zijn, zoals druiven of komkommer of van die rijstwafels met pindakaas, dat is super makkelijk om te maken, maar veel gezonder dan dat chocoladekoekje. Ja, dus dat is mijn goal. Gewoon altijd gezonde dingen in huis hebben, zodat ik gezond blijf eten. Oké, dan wil ik het ook nog even met jullie hebben over spiritualiteit. En ik denk dat er op Nederlands YouTube wordt daar niet zo heel erg veel over gesproken. Omdat Nederlanders worden best wel gezien als een nuchter volk. En die vinden dat allemaal maar een beetje hocus pocus en zo. En misschien vind jij dat ook wel. Misschien heb je daar ook helemaal niks mee. Maar voor mij is het gewoon, ik weet niet, het heeft gewoon zoveel positieve dingen in mijn leven gebracht. Dat ik het toch wel eventjes met jullie over wilde hebben. Maar voordat ik dat ga doen, leek het me wel leuk om jullie mee te nemen naar Rotterdam. Want ik en mijn moeder gaan namelijk samen naar een winkeltje toe. Die winkel heet Mystiek. En daar kopen wij altijd onze edelstenen en zoutlampen. En alle dingetjes die te maken hebben met spiritualiteit, kopen wij altijd daar. Dus het leek me wel leuk om jullie daar mee naartoe te nemen. Dus let's go! Ik ga trouwens bij Mystiek in Rotterdam. Ja. Ik krijg echt heel erg vaak de vraag waar ik mijn zoutlampen vandaan heb. En dit is dus de winkel waar ik ze altijd koop. En hier kan je ook lezen wat zoutlampen voor je kunnen doen. En je kan er nog veel meer dingen kopen zoals crystals, maar ook wierook, sieraden, boeken. Echt van alles. Oké, ik zit weer lekker in de auto en het was echt heel leuk bij Mystiek. Ik zal jullie gelijk even laten zien wat ik daar had gehaald. Ik heb deze supermooie rozenkwarskristal gehaald en deze orgoniet, organite, ik weet niet precies hoe je het zegt, piramide. En deze zet negatieve energie om in positieve energie. Ik ga jullie nu meteen gelijk mijn spirituele routine laten zien. Ik doe dat niet elke dag, maar ik vind het heel fijn om te doen. En nu al helemaal, nu ik deze nieuwe dingetjes heb, heb ik er helemaal zin in.
Voordat ik begin doe ik alvast mijn skincare routine en maak ik me helemaal klaar voor bed. Want ik vind het echt niet chill om met make-up alles te doen. Want als ik ga mediteren, helemaal aan het einde, dan ben ik super relaxed. En dan wil ik eigenlijk gewoon gelijk gaan slapen. En dan heb ik echt geen zin om nog heel mijn make-up eraf te halen. En al die dingen die ik nog moet doen, mijn tandenpoets en zo, doe ik allemaal al van tevoren. Wat ik meestal doe is manifesteren met de Law of Attraction. En voor als je geen idee hebt wat het allemaal is, heel kort uitgelegd is het dat je aantrekt waar je je focus op legt. Ik heb heel erg geleerd dat welke woorden je zegt en wat je denkt heel veel invloed heeft op je leven. Dus ik schrijf affirmaties op waarvan ik wil dat het in mijn leven komt, maar ik doe alsof het er al is. Dus nou ja, zo werkt het eigenlijk. Je moet doen alsof je het al hebt en dan trek je het aan in je leven. Het klinkt een beetje lastig als je dat voor het eerst hoort. Ik kan er ook wel een andere video nog over maken. Oké, als je vaker mijn video's kijkt, dan weet je dat mijn kamer altijd een troep is. Ja, in elke video zie je me wel weer mijn kamer opruimen. En ik vind het gewoon zo lastig om het netjes te houden. Bijvoorbeeld, ik heb net dit topje nieuw. En dan heb ik hier die dingetjes eraf geknipt en ik laat het gewoon weer overal liggen. Ik weet het niet. Ik vind het zo lastig met kleding vooral. Ik laat het elke keer gewoon weer op de grond, omdat ik gewoon te lui ben om het gelijk op te ruimen. Maar de beste versie van mezelf zal dat zeker wel doen. Dus ik ga het maar weer gewoon opruimen. Ja, omdat mijn kamer dus altijd een troep is, kan ik jullie niet echt tips geven om je kamer netjes te houden. Want ik vind het zelf ook gewoon nog moeilijk. Maar ik ben wel echt die pro in weten hoe je ontplofte kamers opruimt. Aangezien ik dit iedere week wel weer moet doen. Dus wat mijn beste tactiek is, is om eerst alles, dus alle kleding en alles gewoon van de grond op te ruimen. En dan hoekje per hoekje op te ruimen. Dat gaat echt veel sneller dan als je gewoon random maar wat doet. Voor dit deel van de video ben ik eventjes in mijn badkamer. Dit deel gaat namelijk over je uiterlijke verzorging. Gewoon lekker even een pamperroutine. Wat ik zelf dan altijd doe is mijn nagels knippen. Zorgen dat mijn handen weer verzorgd zijn. Ik laat altijd best wel lang mijn nagellakker op zitten. En ik moet het er gewoon echt afhalen, want het ziet er gewoon onverzorgd uit. En ik scheer ook altijd mijn benen. En daarna doe ik er lekker lotion op. Dat is ook gewoon heerlijk om te doen. En ik doe ook altijd een gezichtsmasker. En natuurlijk hoef je al deze dingen niet te doen om de beste versie van jezelf te worden. Maar ik vind het zelf gewoon chill om even de tijd voor mezelf te nemen. Gewoon even te relaxen met mijn pamperroutine. En het zijn gewoon altijd die kleine dingetjes die je kan doen die je toch wel echt een stuk beter laten voelen. Ik voel me altijd echt chill als ik dit weer heb gedaan. Nou, dan was dit alweer het einde van deze video. Ik hoop natuurlijk dat jullie er weer wat motivatie uit hebben kunnen halen. En vergeet alsjeblieft niet dat dit echt de ideale situatie was. En dat mijn leven er echt niet zo uitziet. Dus voel je alsjeblieft niet slecht als jouw leven er niet zo uitziet. Want die van mij ook niet. We zijn ook allemaal maar gewoon een mens. En wat je op social media ziet is gewoon niet altijd helemaal de waarheid. Oh ja, en vergeet zeker niet het linkje in de beschrijving te checken naar Liv haar kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op haar kanaal en op mijn kanaal. En een duimpje omhoog te doen op deze video als je het leuk vond. Ja, dat was het wel allemaal. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!